Arie, doe maar even niet. Hij staat aan. Hola, sorry Arie. Hola. Au. Ja, we gaan de olijvenbomen en de amandelenbomen gaan we nu bekijken. De olijvenbomen. Dit zijn olijfbomen, maar de olijven zijn... Dit zijn geen olijven. Als jij dit olijven noemt... Dit zijn nu eerst kleine olijven. Kijk, hier zijn grote olijven. Dit zijn olijven. Ze worden nog iets groter. Dit zijn amandelen. Ze zitten in een hoesje en daarna zitten ze in nog een hoesje. We wonen op een heel groot stuk grond. Ik val een keer. We gaan nu naar boven om even kijken wat voor bomen er nog meer zijn. Nou, hier zijn granaatappelen. Kijk, dit is een granaatappel. Kijk, dit is dus de binnenkant. Maar deze is dan weer een beetje vies geworden. Die kun je al wel eten. Die kan je al wel eten. Zal ik meten? En dan doe je gewoon zo. Dat zijn heel lekker. Dat zijn druiven. En ik pluk er een. En eet op. En dit zijn... Wat denk je wat voor boom dit is? Ik zou het niet kunnen. Dit is een echte sinaasappelboom. Huh? Ja! Nou, wij hebben dus een soort van moestuin eigenlijk. En dan appels groeien er gewoon naast. Zie? Dit worden grote appels. Kijk, dit is een beetje voorop, maar we gaan nu naar de mooie, lekkere peren. Mijn vader heeft er al een keer eentje gegeten, maar die was niet rijp. Ik wil kijken of ze nu rijp zijn. We zijn ook nee, pluk maar niet. Als je weet dat ze nog niet rijp zijn. Ze zijn toch mooi? Oh nee. Zijn ze niet mooi dan? Nee. Ze moeten groen zijn. Ben je haar aan het doen, Eveline? En daar ligt er ook nog een, bij Albertine. Ja, dat is ook heel mooi. Mag ik simpel? Hola, como estás? Hola betekent alleen hallo. En como estás betekent goeiemorgen. Hoe gaat het? Dat is hier helemaal mooi. Alleen bij elkaar is goeiemorgen. Het is hier heel mooi weer. Zoals je ziet, zie je daar een mega grote berg. En daar ook nog helemaal. Heb je allemaal grote bergen. Elke dag heb je weer, als je dan naar bed stapt, en dan kijk je in het raam of zo. En dan heb je weer een heel mooi uitzicht. Het eerste wat je dan ziet is gewoon dit uitzicht eigenlijk. Ik slaap hier ook. Ja. Hier slaapt Caroline, Janna of Feline. Ze slaapt hier eigenlijk om beurtje. En dan slaapt hier ook Jenny. Met een grote beer. En dan hier ook denk ik dat Janna hier eigenlijk wel gaat slapen. En dan Caroline slaapt het vaakst hier. Dus eigenlijk slaapt Feline daar altijd. En dan slaapt hier Harry, heeft helemaal zijn eigen bedje, helemaal hekken eromheen. Dit is al onze kleding. Dit is van Harry. Dit is van Caroline, Janna en Beline en dit ook. En dan dit is mijn kast. En Jenny's kast die is wat, ja, is wat minder netjes. Ik heb nu mijn eigen caravan, dus we gaan er wel eens in kleuren of spelletjes in doen. En dan gaan we nu kleuren. Ga je ook kleuren? Ja. Welke kleurplaat? Die flamingo's. Deze. Die? Kun je heel voorzichtig uitscheuren proberen? Alsjeblieft. Vind je het gezellig in de caravan om hier te kleuren? Ja. We doen er ook wel eens spelletjes en gaan we hier eten? Ja. Vind je dat ook weer leuk, Willine? Ja, hè? Dat is wel makkelijk zo'n caravan. Kunnen we hier eventjes met z'n... Hier zit de cadeau. Eigenlijk is dit gewoon een chillplek. Ja, het is gewoon een chillplek. En mijn slaapplek. Mm-hmm. Score. Mijn moeder is nu het eten aan het klaarmaken. Weet je wat we eten voor lekkers? Voilà. Brokken. Yes! Brokken. Dat is mijn lievelingseten. Ja, dat wist ik wel. Jullie vonden deze dag heel leuk? Deze dag was heerlijk. Ja, oké. Okay. Gaan we de dag afsluiten met een lekker eetje? Ja. Voor straks gaan we lekker eten. Ah.